Ja, ik werk hier verderop. Nou, als u dit zo ziet? Triest, gek, eng. Eng sowieso. Een auto is vannacht een horecagelegenheid op een industrieterrein aan Sierenborg in Westpoort ingereden. Er ontstond brand in het gebouw en de auto brandde uit. Nadat de brand geblust was, bleek er niemand in het voertuig te zitten. Ook in het pand werden geen slachtoffers aangetroffen. De schade aan het pand is groot. De politie was vanochtend nog druk bezig met het onderzoek. De recherche gaat ervan uit dat het voertuig doelbewust het pand in is gereden. De horecagelegenheid werd gebruikt als shisha lounge. Ja, meneer, als u zo achter u kijkt, wat denkt u dan? Ja, bizar. Ik kom de autopalen van de APK. Draait het hoekje om. Ik zie ineens politieauto's. Ik denk, hè? Wat is hier aan de hand? En zie gewoon een uitgebrande auto midden in een café. Dat is toch te bizar voor woorden eigenlijk. Nou, interessant, ja. Ik weet niet zo wat er aan de hand is geweest, maar die auto staat wel binnen. En helemaal verbrand. Dus ja, wat moet dat zijn? Zal u het weten? Bijzonder tafereel dit, hè? Ja, zeker, zeker. Gek is dat. In Amsterdam, zoiets. Wil je het sowieso niet zien. Het moet eens een keer over zijn allemaal, dat gedoe. Gelukkig zijn er geen mensen bij gewond, hoorde ik. En dat is alleen maar fijn. Dus voor de rest, ja, weet het ook niet wat er allemaal gebeurt. Dus vreemd. Ja, maar wel een bijzonder plaatje. Ja, zeker. Ik kijk net helemaal naar boven, maar dat kunnen we niet laten filmen. Maar het klopt precies wat erop staat. Dus, wat staat er precies op? Daarboven staat spitstop. Nou, dat lijkt er een beetje op binnenin. Dus de laatste stop.